Goedendag, ik spreek met Wendy de Koning. Goedendag. Goedendag. En Wendy, je staat hier voor een grote poster. Dat klopt. Die te maken hebben met de toekomstige verkiezingen voor de waterschappen. Inderdaad. En Wendy, je hebt een bijzondere positie gekregen op de kandidatenlijst. Vertel eens. Ja, dat klopt. Ik sta als nummer 2 op de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen voor de Brabantse Delta. Mm-hmm. En dat is voor lijst 6 van de Partij van de Arbeid. Op dit moment ben ik als enigste vrouw op nummer 2 vanuit de andere partijen gezien. En we hebben 2 vrouwen op onze kandidatenlijst staan. Het is heel erg belangrijk dat er gestemd ook wordt voor de waterschapsverkiezingen. Het blijft belangrijk. En waarom moet het ook blijven bestaan? De waterschappen, want daar zijn ook wel discussies over. Waterschap is heel erg belangrijk dat zijn eigen belastingen heft en ook het water en het beleid en de uitvoeringen zelf in handen hebt. Dus dan weet je zeker, het geld wat geïnd wordt, dat wordt ook uitgegeven aan hetgene waar het voor bestemd is. We zijn eigenlijk heel erg veilig, denken we, in Nederland met water. Maar er moet heel veel gebeuren om te zorgen dat we veilig blijven. En we proberen ook gezond water te krijgen. Wij vinden de recreatie ook heel erg belangrijk rondom het water. Dat we dat zo goed kunnen aanschaffen met ecologische verbindingszones. Dat het ook te genieten is voor de inwoner, voor de burger, voor de gewone man. Want er is heel veel moois en daar willen we natuurlijk van blijven genieten. En daar willen we ook goed ons eigen voor inzetten. Dat dat blijft bestaan en dat het niet alleen gebruikt wordt voor de veiligheid, maar ook zeker voor de recreatie. Want de recreatie brengt ook weer werk met zich mee. En dat is heel erg belangrijk voor in deze regio. Ja, Wendy, je zegt het al, je staat als enige vrouw op de tweede plaats. En dat is wel bijzonder. Maar de eerste plaats, dat komt er nog niet af, hè? Dat komt bij onze partij, komt er dat niet af, inderdaad. Nee, dat klopt. Maar ben je al eerder bestuurlijk actief op een of andere gebied? Ik ben sinds 3 jaar ben ik ook actief in het dorpsplatform van Ossendrecht. En heb daar mijn bestuurlijke functies al kunnen ontplooien. Heb heel veel al opgezet. Zoals bijvoorbeeld een heel mooi project wat nu nog loopt voor social media. We hebben dat voor de basisschoolkinderen opgezet en met betrekking tot de kinderen of voor de ouders en de grootouders en iedere belangstellende. En daaruit voortvloeiend zijn we vanaf april vorig jaar tot en met nu al bezig met gratis een klik- en een tikcursus het internet op te verzorgen samen met de bibliotheek. En ben ik ook de coördinator die dat verzorgt. Dus ik heb al genoeg activiteiten opgezet en gepromoot. Waarbij ik zeg van ja, we moeten proberen om het allemaal leefbaarheid te maken. En dat we met z'n allen de schouders eronder zetten om iets moois te kunnen maken. Nou, dat wordt dan spannend. 18 maart is het toch, hè? Ja, 18 maart. Ja, ja, de woensdag volgende week. Ja. De dag stemmen. En wat verwacht je ervan? Nou, ik verwacht zeker dat er een grotere opkomst is dan van tevoren. Het is namelijk zo dat dit de eerste keer is dat je echt naar de stembureau moet gaan om te gaan stemmen. Van tevoren was het 6 jaar geleden geweest en toen was het schriftelijk. En daarvoor is het ook altijd schriftelijk geweest. De meeste mensen kregen het thuis, wisten niet waar dat ze voor stemden of wie op wie ze stemden. En op deze manier promotie maken, het ook echt naar de stembus laten komen, geeft de gelegenheid dat mensen er toch op een andere manier tegen aankijken en denken, hé, het is toch wel belangrijk om ervoor te gaan stemmen. Zeg Wendy, stel dus dat je wordt gekozen. Ik heb geen idee, maar vraagt dat veel tijd van je dan? Het is ongeveer wekelijks tussen de 10 à 15 uur aan tijd gaat kosten. Mm-hmm. Voorbereidingen te treffen, stukken te lezen en beleid te vormen. Ja. En dan heb je ook verschillende commissies waar je in gaat. En zo heb je de financiële commissie, maar je hebt ook allerlei commissies waar je betrokken bij raakt als bestuurslid, als algemeen bestuurslid. Nou, dat wordt spannend. Ik wens je alle succes. Dankjewel. Ik kan geen stemadvies geven, maar als ik je zo bekijk, zou ik zeggen, nou, stem op Wendy. Dankjewel. We wachten af. Goed zo. Succes. Dank u.